Dames en heren, even een compliment voor de jeugd die op een voortreffelijke wijze ons heeft meegenomen naar de opening van deze weg. En wat daarvoor doen we het ook, hè, dames en heren, wij verbinden vandaag. Maar dat doen we elke dag van het jaar in een van de mooiste wijken van Twente, die nog steeds in opbouw is. Maar er hoort ook een hele belangrijke weg bij, als kun je namelijk niet bij je mooie woonomgeving komen of naar je werk, of naar je school, of naar je andere situaties. Dat hebben we ook gedaan, goed volgens de planning. Want een eindje verderop gaat de school binnenkort van start die ook klaar is. Dan kan de sporthal in gebruik worden genomen en dan moet u ook met die verbindingsweg naar dat nieuwe leven en de ontmoetingsplek in deze mooie Bonsmaat. Ik ben blij dat onze gedeputeerde van Hees, Haver aanwezig is. Haaf, sorry, nu ben ik nog aan. Die gaat ons ook nog even meenemen in deze situatie. En die is ook erg blij dat ze vanuit ruimtelijke ordening kan zien dat er in Bonnen veel wat gebouwd aan wordt ingezet op de toekomst. Dat doen we niet alleen, dat is ook een verbinding. Dat doen we met aannemers, ontwikkelaars, schoolbesturen, wijkcommissies en gaat u zo maar door. En dat kan vandaag ook heel mooi gecombineerd worden met een geweldig festival dat in deze wijk is ontstaan voor 4 jaar geleden. En waarvan ik ervan overtuigd ben dat die alleen maar groter, mooier en beter kan worden, want de wijk gaat groeien. Dus ik geef het woord aan onze gedeputeerde. Dames en heren, jongens en meisjes, de meesten kennen mij niet. Ik zal mijn naam even goed zeggen, Monique van Haaf, gedeputeerde in Overijssel. En in mijn portefeuille heb ik ruimte en wonen. En juist voor het wonendeel, daar ben ik hier. Bonsmaat, prachtige wijk ook, waar heel veel gebouwd wordt. En waar juist ook heel veel samen met de toekomstige bewoners wordt gekeken. Van wat is er nodig in deze wijk en hoe zetten we dat op? Dus niet van bovenaf alleen maar juist van samenwerking onderaf gekeken. Vandaag wordt dan de Beeklaan, als ik het goed heb, klopt, wordt dan geopend. Een belangrijke weg die juist ook de hele wijk met elkaar verbindt. En ik denk dat ik met dit prachtige festival helaas door het weer een beetje gedomineerd in wat minder. Maar toch een hele mooie opening is. De dansgroep wil ik nog ook even complimenteren. Wat een energie hebben jullie. Fantastisch, leuk om te zien. Zoveel energie mag er in deze wijk worden gestoken. In de goede samenwerking met elkaar en de goede kracht. Om er echt wat moois met het wonen en het plezier met elkaar van te maken. Ik wens iedereen veel plezier. Can you imagine?